Hallo, binnenkort breng je een bezoekje aan de Heemkundekring Uden. Dat is een van de culturele instellingen hier in Uden. Door middel van dit filmpje proberen we je alvast een idee te geven wat je daar dan te wachten staat. Stichting C organiseert een heleboel van deze bezoeken, het C-lokaal-programma, om jullie te laten zien welke instellingen er in Uden allemaal zijn en wat je daar kunt doen. We hopen dan dat je er ook veel gebruik van zult maken. Veel plezier met het filmpje, maar zeker met je bezoek. De Heemkundekring Uden is een vereniging waarvan de leden grote belangstelling hebben voor de geschiedenis van de gemeente Uden. Wat gebeurde er vroeger? Wie woonde er? En hoe leefden ze? De vereniging bestaat vanaf 1958. We hebben 250 leden, waarvan een groot aantal regelmatig naar lezingen komt en meewerkt aan dingen die we willen uitzoeken. Ook komen soms mensen van buiten Uden ons bezoeken, omdat bijvoorbeeld hun grootouders hier gewoond hebben. We houden ons bezig met veel onderwerpen en willen er een paar noemen. Genealogie, het uitzoeken van je familiegeschiedenis. Archeologie, wat kun je leren van de geschiedenis van Uden als je bij het graven in de grond voorwerpen vindt. Heemverzamelingen, welke gereedschappen hebben we nog van vroeger en hoe gebruikte men die? We hebben een eigen heemhuis aan de Walterus Pijnenborghof. Je vindt dat door tegenover Tante Pietje tussen de kapel en het appartementencomplex naar achteren te lopen. Echte betaalde medewerkers hebben we niet. Enkele zeer actieve leden doen al het werk. Ook helpen we vaak scholen die iets over vroeger willen weten. Daar hebben we mooie kisten voor gemaakt, zoals de Tweede Wereldoorlog koffer en de vluchtoordkist. Je kunt bij ons zien en leren hoe ouders van je opa en oma leefden, hoe ze heten, hoe ze werkten en nog veel meer. Nieuwe leden kunnen we altijd goed gebruiken. Iets voor jou misschien? Weet jij wat dit is? Dat hoor je bij je bezoek.